denk ik dat het handiger is wat hier staat. Ja. Want anders dan blijft het, dat wordt heel rommelig. Ja, links. Mijn naam is Henny Hoeps. Ik heb de Facebookgroep opgericht, Samen voor Elkaar, in Nissewaard. Ja, dat is ook ondertussen zo uitgebreid dat het een stichting is geworden. Het was eigenlijk het weggeven van spullen, van witgoed, meubels, van alles. Maar dat is alleen maar meer geworden, dus dat heeft nu ook te maken met levensmiddelen weggeven. Omdat de vraag ook groter wordt. Ja, ik ben Linda. Ik ben een lid van de Weggeefhoek. Ik volg hen nu al vanaf ongeveer het begin van de oprichting. En zij heeft mij al vele malen geholpen met de Weggeefhoek. Ontzettend trots en dankbaar. Met de Facebookgroep is het wel zo dat we juist diegenen kunnen benaderen die eigenlijk altijd wel tegen instanties aanlopen. Het is natuurlijk ook wel heel erg veilig om van achter je scherm te kunnen reageren op bepaalde producten. Maar ook gewoon om je verhaal te kunnen doen. Wij doen elke ochtend een praatje, goedemorgen praatje. En het is ook fijn dat mensen gewoon daar kunnen reageren. En we kunnen dan ook een beetje in de gaten houden het sociale, wie er wel niet reageert. Als iemand te lang uitblijft met reageren, hè, van dagen, dan doen we ook wel eens via Messenger vragen van joh, hoe is het? Of wat is er aan de hand? Ja, zo kunnen we ook helpen. Verjaardagsboxen voor kinderen worden gemaakt. Dus het is, heel breed. Ja, de tractatieboxen zijn echt geweldig. Ik heb 2 keer gebruik mogen maken per 2 kinderen, dus totaal 4 boxen, om de verjaardag te kunnen vieren. Om ook de kinderen te kunnen laten tracteren op school. En het gevoel geven dat ze ook echt gewoon jarig zijn. Er zit bijvoorbeeld taartmix in. Dus je kan ook zelf een taart maken. En dat geeft toch het gevoel voor de kinderen dat ze ook echt jarig zijn. En dat is heel fijn dat dat er is. De kerstpakketten, dat waren er echt een hele hoop. We hebben echt heel veel donaties gehad in geld. Maar ook goederen van bedrijven. We hebben bewust gekozen voor toch wel de producten die nodig zijn, maar ook wel extra's. Inderdaad, wat je zegt, heel veel handige dingen zaten erin, zoals een pindasaus, een lekker chippy, vooral pannenkoeken, lekkere dingen die je kan doen met je familie. Wat Henny ook zegt, de extraatjes die je eigenlijk nodig hebt voor kerst. Ja, het is heel handig, ook voor wat betreft het eten. Er zat denk ik wel voor minstens 4-5 dagen eten in. En dat helpt enorm, kan ik je vertellen. Sowieso heb ik even mee zitten lezen op de hoek. En het was alleen maar lof over alle mensen die daar tijd aan besteed hebben. En de mensen die het mochten ontvangen. En ja, ik denk dat iedereen gewoon echt super, super blij ermee is met deze hulp die er is. Echt waar, absoluut. Kan eigenlijk niets meer in huis kwijt, zeg maar. Er worden wel eens boodschappen gebracht en dat lukt nog wel. Omdat ik dan ook dezelfde dag weer uit kan geven. Kleding en alles, ja, dat lukt gewoon niet meer. Dat begint een beetje een kringloopwinkel te worden, volgens mijn kinderen. Moet ik wel echt kwijt dat ik dit niet alleen kan doen. Echt een geweldige team achter me, niet achter me, naast me heb staan. Zij helpen me echt gigantisch. Maar ook bij hun kun je niet alles meer kwijt. Wat we nu echt nodig hebben, is een pandje. Is een ruimte. Hoe mooi zou het zijn als ik mensen kan ontmoeten. Maar ook mensen elkaar laten ontmoeten. In een mooi gebouwtje. Daar vandaan kunnen we ook zorgen dat mensen elkaar nog meer kunnen helpen. Beter kunnen helpen. We kunnen alles daar vandaan weggeven, net als de kerstpakketten. Het is mooi dat we een pand van een paar meien mochten gebruiken. Maar hoe fijn is het als we het daar kunnen bewaren, het hele jaar door. Kunnen sparen, kunnen opslaan. Verjaardag kinderboxen in 1. En nu doet iemand anders dat, die houdt dat ook thuis in haar garage. Hoe mooi is het als we daar ook inwoners kunnen bij betrekken om juist zulke dingen te doen. Ja. Je voelt je gehoord, sowieso. Je voelt je geholpen.
Dat er iemand naar je luistert, dat is ook gewoon heel belangrijk. En ja, ik, echt waar, sinds dat ik Henny ontmoet heb, is mijn leven een stuk aangenamer geworden. Ja. Dat kan op onze Facebookgroep, Samen voor elkaar Nissewaard. En sinds kort hebben we een website. Dat is www.stichtingsamenvoorelkaarnissewaard.nl. Ja, maar nu past het toch precies nu? We hebben het nu. Ja, maar we hebben het wel over... Ja, mooi.